ondersteunen onze partner VMware. Omdat wij een platform hebben draaien op VMware. Wat zeg maar eigenlijk hyperconverged strategie ondersteunt. Klanten hebben te maken met enerzijds dat de complexiteit van IT te hoog wordt. En anderzijds dat operationeel kost ook te hoog is. En wij adresseren al beide problemen. Doordat wij in staat zijn om zeg maar, de infrastructuur datacenter oplossingen zoals die er traditioneel zijn. Om die te assimileren en die op één IT building block te zetten. Waarbij je een dramatische reductie van de complexiteit hebt. En je hebt een operational saving van rond de 40% tot 60%. In de operational expenditure. De meeste van onze klanten gebruiken gewoon VMware als hypervisor van keuze. We zien natuurlijk een opkomst van Hyper-V en andere omgevingen. OpenStack is populair. We krijgen ook steeds meer vragen naar andere oplossingen. Maar VMware is gewoon nog steeds de grote bulk. En ja, daar sluiten we ook het beste bij aan. Hoe wij ons onderscheiden van andere oplossingen is dat bij ons het managementobject is bij ons niet een LUN of een volume zoals bij klassieke storage oplossingen. Bij ons is dat een virtual machine. Dus wij beheren virtuele machines in plaats van de onderliggende storage. En we kunnen ook dingen doen, policy setten per virtuele machine, snapshots, klonen, replicatie, quality of service. Dat soort zaken doen wij allemaal per virtuele machine. Met name het feit dat wij, ons beheersobject is een virtuele machine. En wij hebben ook API's die je in staat stellen om alles op virtuele machine niveau te doen. In tegenstelling tot de meeste andere klassieke oplossingen. VMware is voor ons een van de belangrijkste platformen op dit moment die wij ondersteunen. Dus ja, we moeten hier gewoon zijn. Okay. We leven in de beschikbaarheidswereld. Hè? Dus het beschermen van jouw workload die zo belangrijk is. De virtuele machines. Maar ja, als je nu kijkt naar VMware en ja, het partnership dat ze net ook hebben uitgebracht met bijvoorbeeld AWS. Is dat de vraagstukken die er nu meer komen is hoe maak ik mijn workload mobiel? Dus hoe krijg ik al die workload naar die nieuwe technologieën, naar die nieuwe clouds toe. De reden dat we hier staan is deels om mensen bekend te laten worden met de technologie die wij al doen. Hè, dus beschikbaarheid, disaster recovery. Maar ook om ze te laten nadenken. Oké, nou met al die nieuwe technologieën. Het is niet alleen VMware die natuurlijk nu op de cloud zit. Het is ook Azure, het is AWS, Amazon. En ja, het wordt allemaal meegenomen in een strategie. Maar hoe ga ik er nou voor zorgen dat mijn workloads daadwerkelijk daar komen te draaien?